Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action Shoplog voor je. Ik ben namelijk met toeval even bij de Action geweest en ik ging eigenlijk voor één ding, maar ik kwam toch wel weer met een flink tasje thuis. Dit is de buit. En het leek me toch leuk om dat even weer aan jullie te laten zien. Ik vind dit soort video's zelf leuk om op te nemen, maar ook zeker heel erg leuk om van andere YouTubers te bekijken. De prijs van de producten zal ik in beeld zetten. Dus mocht jij benieuwd zijn welke spulletjes ik dit keer bij de Action heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Hoewel het een Action shoplog is, begin ik wel even met een non-Action item. En dat is namelijk een flexibele mini tripod. Dat is deze. En ik heb deze gekocht bij het Kruidvat. Ik had altijd een tripod en met de verhuizing is het bovenstukje was kwijtgeraakt, dus ik kon hem eigenlijk niet meer gebruiken. En ik elke keer bij de Action kijken als ik kwam of ze hadden ze niet. Toen zag ik ze toevallig 2 weken terug in de folder van het Kruidvat staan. Ik direct naar het Kruidvat. Hadden ze helaas niet. Nu kwam ik toevallig bij een ander Kruidvat, daar hadden ze wel. En puntje bij paaltje kwam ik later die week ook weer even bij de Kruidvat waar ik zelf altijd kom. En daar stonden ze dus ook. Maar goed, een mini tripod. Dit is een klein statiefje. Ik zal hem er even uithalen. Geen open. Ik ga hem eerst even openmaken. Misschien vraag je je af wat een tripod is. Nou, dat zal ik even laten zien. Dit is een tripod. Het is eigenlijk een soort mini statiefje die heel erg buigzaam is. Want je kunt hem, zoals je hier op het plaatje ziet, dan zit wel het stickertje ervoor, overal omheen buigen. Dit is dus eigenlijk een tripod. Je hebt hier een stukje, daar kun je je telefoon op zetten. Je kunt hem dus uitschuiven. Nou vind ik het wel heel erg strak gaan, maar je zou dus je telefoon erop kunnen zetten. Alleen ik draai dat bovenstukje er dan af en dan hou ik dit stukje over en dat past dan in mijn camera. En dan kan ik dus gewoon zo met vloggen gebruiken. Ook gewoon handig als ik hem een keer wil neerzetten met vloggen. Dus ja, dat is gewoon ideaal. Ik kan het nu niet laten zien hoe dat er dan uitziet, want ik film ook met deze camera. Maar in ieder geval ben ik heel erg blij met deze tripod van het Kruidvat. Ik ging naar de Action voor een waterpomptang. Ik had een nieuw douchekop gekocht. En er zat ook een nieuw slang bij. En ik kreeg mijn oude slang er niet af. En ik vond het wel zo prettig om de nieuwe slang er ook op te doen. Maar daar had ik dus echt een tang voor nodig. En ik dacht, dat gaat met de waterpomptang lukken. Dus ik heb deze waterpomptang. Het is allemaal van het merk Workman. En dat is eigenlijk best wel een goed merk. Ik heb hier al heel veel geregeld van en het werkt eigenlijk prima. Dus nu kan ik hopelijk mijn nieuwe douchelang aansluiten en die oude losmaken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga dit, denk ik, straks gelijk eens even proberen of dat lukt. Dus dat is deze waterpot dan. Dan 2 schoonmaakdoekjes. En ik heb allereerst gewoon een blauwe. Dit zijn microvezeldoekjes. Ik gebruik deze ook wel eens om mijn bril schoon te maken. Dan, die nemen net even wat meer vocht op. Maar ik heb ze nu gewoon echt even om mee schoon te maken. En ik vond deze blauwe wel leuk. Ik wil eigenlijk meer overgaan op dit soort doekjes. Want ik heb ook wel van die gele, maar die vind ik toch weer prettig. Dit werkt gewoon beter. En deze vond ik gewoon super tof. Want hier staan flamingo's op. Dus dat is deze. En die kun je gewoon lekker wassen na gebruik. Dus dat is gewoon ideaal. Dus dat zijn deze hele leuke schoonmaakdoekjes. Wat staat er verder nog op? Ze zijn 40 bij 40 volgens mij allebei. Dus dat is op zich wel een lekkere grootte om gewoon lekker bij mee schoon te maken. Dus even 2 schoonmaakdoekjes. Dan heb ik een bronzing powder gekocht. Ik was hier al een tijdje naar op zoek. En nu zag ik ze eindelijk liggen. Ik heb hem in 166 Brilliant Bronze. Ik ben best wel fan van de producten van de Action, van de make-up producten. Dus toen ik deze tegenkwam, dacht ik, nou, die ga ik gewoon eens even meenemen ook om te proberen. Ik had er ook eentje al in de adventkalender van de Action van afgelopen jaar. En deze is gewoon, die vond ik echt heel fijn. Dus ik dacht, nou, een donker kleurtje lijkt me ook wel leuk. Dus deze is even iets donkerder. En daar hou ik wel van. Dan kwam ik dit eyebrow paletje tegen. Er zitten 3 wenkbrauwkleurtjes in en 2 highlight kleurtjes. Dit is van Fab Factory. Ik kende dit merk nog niet, maar ik vond het er wel leuk uitzien. Zo ziet de binnenkant er dan uit. Spiegeltje en dit zijn dan de kleurtjes. Er zitten ook een paar tooltjes bij. En hiervan komen ook alweer reviews online van op mijn blog. Ik vind het gewoon leuk om low budget make-up te proberen. Ik koop deze producten ook vooral natuurlijk om te testen voor mijn blog.
En ik vond het er gewoon leuk uitzien. Mooi doosje. Dus het leek mij wel gewoon heel erg leuk. Ook wel handig dat er op de achterkant al staat wat erin zit. Je hoeft er niet per se open te maken. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die dat doen. Dus je kunt dan wel even testen of het niet gebruikt is. Want deze is bijvoorbeeld gewoon nog helemaal netjes gesield. Dus ja, een wenkbrauwpaletje. Dan heb ik hobbykarton gekocht. Dit zijn blaadjes van 21 bij 14,8 centimeter. Er zitten er 10, 20, 30. Je hebt 50 hobbykartons in 5 kleuren. Dus van elk kleurtje zitten 10 blaadjes in. Leek mij wel leuk om ook te gebruiken in mijn bullet journal. Dacht, nou, gewoon eens even kijken of dat werkt. Dus ja, ik dacht, misschien is het wel gewoon leuk om ook mee te gaan knutselen. Dus gewoon eventjes heel basic hobbykarton. Dan heb ik ook gekleurd papier gekocht. En dit is eigenlijk gewoon papier waar je ook mee kunt printen en kopiëren. En er zitten 250 blaadjes in. 5 kleuren en van elk blaadje zitten er 50 in. Dus dat is best wel veel. Het is een A4 formaat. Nou, het leek mij wel leuk om ook hier wat misschien mee voor mijn bullet journal te doen. Gewoon eens een beetje spelen. Je hebt geel, oranje, blauw, roze en groen. Het zijn eigenlijk een beetje dezelfde tintjes als die hierin zitten. Alleen deze zijn een tintje donkerder volgens mij. En hier zit volgens mij, ja, het zijn eigenlijk dezelfde kleurtjes. Maar het leek mij wel gewoon leuk. Ik vind er ook gewoon mee kleuren en zo. Dus ja, ik dacht gewoon leuk. En ik had ooit, had ik gekleurd papier, maar ik weet echt niet waar het is gebleven. Ik heb het idee dat het best wel stevig is. Dat je hier gewoon ook echt wel, ja, leuk mee kunt knutselen. Dan heb ik een fixing spray gekocht. Ik zag dat Action fixing sprays had. En dit had ik nog nooit gezien bij de Action. Ik was hier wel benieuwd naar. Het is ook gewoon van het eigen Action huismerk. Ik heb hem voor de hydrating gekocht. Dat is de blauwe variant. Zit 75 ml in. Je moet hem goed schudden voor gebruik. En 15 tot 20 centimeter van je gezicht afhouden. Dus ja, ik ben wel benieuwd of dat deze een beetje fijn gaat zijn. Ik ben al heel erg dol op fixing sprays. En je had volgens mij 2 varianten. Ik dacht, ik ga gewoon eens beginnen met de hydrating. Je had ook een mattifying. Dat was een witte verpakking. Maar ik ben gewoon benieuwd of dat dit wat gaat zijn. Dus hiervan kun je ook zeker een review verwachten op mijn blog. Dan heb ik laminator sheets. En dit zijn van die blaadjes die je kunt gebruiken om te lamineren. Voor mijn verjaardag heb ik een lamineermachine gekregen. En ik wist niet of er blaadjes bij zaten. Volgens Nathalie wel. Maar ik wist het niet zeker. En ik was nu bij de Action. Ik dacht, laat ik gewoon van die blaadjes meenemen. Er zitten er 20 in. En ja, ik moet toch wel ook een beetje gaan kijken van hoe gaat het in zijn werk en zo. Maar ik dacht, het is gewoon handig om alvast in huis te hebben. Dat als ik ermee aan de gang wil gaan, dat ik in ieder geval gewoon genoeg blaadjes heb om te lamineren. Mocht je benieuwd zijn hoe dat gaat, er is al een beetje een vraag naar. Dan laat ik dat toch wel een keer zien in de vlog. Maar ja, voor nu gewoon eventjes lamineerblaadjes. Dan heb ik een blok gekocht met alleen zwart papier. Ik had laatst ook al een blok met zwart papier, wit papier en karton. Dat was karton en papier. Dit is gewoon echt alleen paper. En hier zitten dus gewoon allemaal zwarte blaadjes in. Er zitten er 20 in. En dit is ook gewoon, hier kun je ook chalk effects mee creëren. Hier kun je met een witte stift bijvoorbeeld opschrijven. Hier kun je wel leuke dingen mee doen. Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd ja, of dat een beetje werkt. Er staat hier wel bij Subtable voor chalk en chalk markers. Ik heb zelf geen chalk markers. Maar ja, ik ben wel gewoon ja, benieuwd. Het is voor krijt eigenlijk. Dus eigenlijk kun je een soort schoolbord effect creëren. Maar het leek me wel leuk om te gebruiken ook bij het bullet journalen. Dus zwart papier. Dan heb ik deze circle cutter gekocht. En hiermee kun je dus rondjes uitsnijden. Ik moet nog wel even kijken hoe dit moet. Je kunt rondjes van 12 mm tot 300 mm uitsnijden. Ik werk nogal veel met cirkels. Dus ik dacht, ja, ik ben niet zo heel erg goed in het zelf tekenen. Met een passer vind ik ook soms een beetje lastig. Dus het is gewoon, ja, handig om dit gewoon zelf uit te kunnen snijden. Er zitten 5 extra mesjes bij. En je kunt hem hier gewoon helemaal zo instellen. Ja, achterop staat ook wel een kleine beschrijving. Maar het is natuurlijk weer allemaal in het Engels. En mijn Engels is nou eenmaal niet het allerbeste. Maar hier ga ik gewoon mee aan de gang. Dus ook gewoon eigenlijk weer om mee te knutselen. Het leek me gewoon wel leuk om te proberen. Dan heb ik een aantal cutting dies gekocht.
Voor mijn verjaardag heb ik een machine gekregen waarmee je dit kan uitsnijden. Dan ben ik even de naam kwijt. Die zet ik even onder in beeld. Maar dat is de machine die ook bij de Action verkocht wordt. En dan had ik al wat cutting dies gekregen voor mijn verjaardag. En ik heb er nog een paar bij gekocht. Allereerst een pauwtje. Ik had zelf al een katje gekregen van Nathalie. Dit is een pauwtje. Leek me wel gewoon schattig. En hier met deze kun je dus gewoon, ja, hiermee kun je dus gewoon een pauwtje uitsnijden op je papier. Ik heb pijltjes. Vind ik ook altijd wel leuk. Gewoon om, ja, leuk in te plakken. En ik heb ook zo eentje. En dit is meer, ja, een soort bloemetjes effectje. Ik vond hem wel schattig. Dus die heb ik ook gehaald. Dus die echt een kat heel erg vervelend te doen. Dus die haal ik eventjes weg. Dan heb ik ook wat grotere cutting dies. Alleen, ik had dus niet gezien dat deze eigenlijk voor thema's waren. Hier zie je trouwens ook de machine opstaan. Deze is eigenlijk voor baby's. Als er een baby is geboren. Nou ja, ik krijg geen baby. Ik ken niemand. Ja, ik ken wel mensen die een baby krijgen. Maar ja. Nou ja, het kan wel heel leuk zijn om kaartjes te maken. Ik vond het konijntje gewoon heel erg schattig. Maar er zit dus een konijntje in. Een wolkje. Een speen. Een hartje. Nou ja, er zitten ook wel gewoon dingetjes bij die gewoon leuk zijn. Dus je hoeft het niet per se daarvoor te gebruiken. Ja, op de achterkant zie je nu inderdaad staan. Hello baby. Zo ziet hij er dus uit. Hij zit natuurlijk in. Ja. Het spiegelbeeld. Maar dat is dus deze. En ik had er dus ook blijkbaar eentje voor trouwen. Nou, ik ga ook niet trouwen. Maar goed. Het zijn dus ringetjes. Love. Ja. Eigenlijk allemaal van deze dingetjes. Just Married inderdaad staat erop. Zie ik. Zag ik later pas. Dit komt wel. Nathalie. Door Nathalie ben ik hier achter gekomen. Want ik had een plaatje gestuurd. En die zei. Waarom heb jij voor trouwen en voor een baby? Ik heb het gewoon niet gezien. Maar goed. Op de achterkant staat ook een klein tutorial hoe dit moet, zeg maar. Dat zijn de cutting dies. Dan heb ik een watercolor paints gekocht. En dat zijn metallic watercolor paints. Ja, hier zitten gewoon kleurtjes in. Je hebt goud, zilver, groen, lichtblauw, lichtroze en paars. Ik zal eens even kijken hoe dat eruit ziet. Het is perfect voor calligrafie, brush lettering, illustraties en meer. Oh ja, het zit er gewoon los zo in. Dus ik zal hem niet te schuin houden. Dus het wordt wel eventjes een dingetje hoe je dat op kan bergen. Maar ik vond dit er wel grappig uitzien. Ik wil het gewoon eens proberen. Ik weet niet of het wat is. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk. Je moet met een kwast water aanbrengen om de verf te activeren. Dus, nou ja, ik ben wel benieuwd. Dan heb ik een nieuw verfdoosje gekocht. En dat is deze dekverfdoos van Pelikaan. Hier zitten 12 kleuren in. En ook nog een los stukje. Ik zal hem even openmaken. Er zit een tubetje met witte verf bij. En dit zijn dan de kleuren, zeg maar. Het leek mij wel, ja, leuk. Er zit alleen geen brush bij. Dat is wel een beetje gek. Nou ja, dit zijn dus de verfjes die erin zitten. Ik ben wel benieuwd of dat een beetje werkt. Ik heb hier zelf nog geen ervaring mee. Dus ik ben wel benieuwd of dat dit, ja, een beetje werkt. Ik had zelf eigenlijk nog hele goedkope waterverf van jaren terug. En op zich werkt het wel. Maar ik merk wel dat de kleuren wat minder intens worden. Dus ik ben benieuwd of het met deze verf wat beter gaat. En het laatste wat ik heb gekocht zijn paintbrushjes. En dit zijn 5 penseeltjes. Ik wist niet goed wat ik moest hebben. Ik heb eigenlijk gewoon het goedkoopste setje genomen wat ze hadden. Om gewoon eens even te experimenteren. Mocht het niet werken, kan ik met de tijd altijd nog eens wat anders halen. Maar je hebt verschillende vormpjes. Dus ik was wel gewoon benieuwd van, ja, misschien werkt het, misschien ook niet. We gaan het zien. Je hebt 5 verschillende sizes. Dus ja, het was zo goedkoop. Ik dacht, ik probeer het gewoon. En ik had nog eventjes een opvouwbaar zakje. Want
Ik was natuurlijk weer een zakje vergeten. Dus dat was eigenlijk alles. Nou, dit waren dus alle spulletjes die ik dit keer bij de Action heb gehaald. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukst vonden wat ik heb gehaald. Ik ben ook vooral weer heel erg blij met de spulletjes voor mijn bullet journal en zo. Om daar lekker mee aan de gang te gaan en een beetje oefenen. Uiteraard de waterpontang die heel hard nodig was. Ik ga het ook gewoon proberen. Ik hoop dat ik hem los krijg en dat ik mijn nieuwe slang kan aansluiten. Misschien heb je zelf wel eens wat van deze spullen gekocht en zeg je van nou, dat is helemaal niet fijn of dat is hartstikke fijn, een hele goede aankoop geweest. Laat het me zeker even weten. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje te drukken met mijn gezicht erop, maar ook op mijn kanaal zelf. En dan kan je ook even het belletje aanzetten, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Nou ja, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!